Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog, volgens mij. Vandaag is zaterdag, nu 2:00. En het wordt sneller donker rond deze tijd van het jaar. Dus moeders en ik gaan op buitenrit. En al zo vroeg omdat het anders te donker is. Dus wij zijn onderweg naar Je Manege. Naar mijn pony. Ik heb gisteren haar manen geknipt. Dat ging niet helemaal goed. Ze is niet helemaal recht. Kijk eens. Oh. Op beeld ziet ze er echt heel anders uit. In het echt is echt veel lichter. Nou, ben je zo braaf mee. Je kijkt altijd echt heel schattig naar dat neusje zo en dan zo die oogjes zo. Het is officieel herfst. Overal blaadjes op de grond. De bomen worden nu echt serieus kaal. En overal drek. Nou, dit valt eigenlijk wel mee, maar net hadden we echt drek. Nou, dit vindt voor Blondie echt heel spannend. Gelukkig is gewoon wat beter daarin. Oh, dan zijn de bruggen ook glad, dus dan moeten we niet deze kant op. Antwoord Tessa. Maar het is te nat en te drassig om toch de draven te galopperen. Dus we gaan lekker stappen buiten. Goed voor de paardjes hun hoofden, goed voor onze hoofden. En straks in de buitenbak weer een rutje galopperen. Nou, eigenlijk hebben we maar heel kort geleden gereden, een half uurtje. Maar het ging heel goed. Ze luisterden goed, fijn. We hebben wat oefeningen gedaan, zoals over de middenlijn heen galop en dan links en rechts wijken. En van draf naar stapovergang vindt ze altijd lastig en stap eraf. En dan vooral naar beneden gesteld blijven aan de teugel, ontspannen, geeft een naampje. Maar het ging alles heel lekker. Ik denk ja, als je dan een half uur lekker gereden hebt, dan is het op zich ook prima. Nou, ik heb besloten dat ik buitenom nog een rondje wil stappen. Hier omdat ik denk, ja, een half uur is gewoon kort. Dus we gaan even samen naar buiten, zonder de pony. Maar ik ga even over de brug, want als de brug dicht is en ik ga via het pad, dan moet ik omlopen. Dus we gaan even kijken wat ze doet. Kom maar, Roontje, je kan het. Zie je wel, je bent een brave pony. Goed zo. Dan moet je er eentje door de zooi. Maar ik wil gewoon even nog stappen. Goed voor die ouwe, en goed voor mij. Of dat, stapje opzij. Toch maakt dit het dan altijd extra speciaal. Al die jaren dat het niet lukte, al die jaren dat het moeite kostte. En nu vind ik het dan zo fijn dat ik gewoon met haar een rondje even buitenom kan uitstappen. Ik kan zelfs met haar buiten rijden. We kunnen dan nog niet echt op de heenweg draven galopperen. Zover zijn we dan nog niet. Maar jongens, het zijn we ver gekomen in die 4 jaar. Het is echt bizar wat een beetje geduld op kan brengen of kan opleveren. Maar ja, 4 jaar is wel echt lang, hè. Maar dat neemt niet weg dat ze het nu wel doet. En dat maakt haar het allerknapste paard van heel Nederland. Kijk dan eens. Doen. F7 ga ik vandaag doen. Want ik heb mijn theorie de vorige keer gehaald bij de F6. Ga je nou gapen? Ik vind het heel spannend. Oh. En dus dan ga ik vandaag de F7 doen voor de allereerste keer. Ik vind het wel nog een beetje spannend. Want deze keer zitten er 2 nieuwe figuren in volgens mij. De slang valt hem met 4 blogen. En de gebroken lijn met een
Folterin. Hallo. De camera aanstaat, kunnen jullie me horen? Blondie vindt het een beetje spannend. Het is inmiddels 5:00 en ik heb een proefje gereden. Ik ben tevreden, maar ook weer niet, want ik heb echt hele slechte punten gereden. Vandaag ben ik niet in mijn eentje. Ik ben met de paarden en met Daan. Yes. Oh, dat zeg maar. En wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag op crosstraining. En dat doen we in Schipluiden. In Schipluiden, ja. En, ik vind het wel een beetje spannend hoor. Dat snap ik ook. Ja, je kan het. Je kan het goed. Ja. Vandaag woensdag en ik ben bij Bianca Schoenmakers omdat zij mij gevraagd had om een paar foto's te maken. En dat is natuurlijk altijd even leuk, gezellig. We hebben al een TikTok opgenomen, check die vooral. Ze vond zichzelf erg een bitch. Ik zeg nee, dat hoort op TikTok. Dus ja, ze is nu aan het rijden op de rembaan. Ik ga daar ook nog wat foto's en video's maken. Komt niet zoveel, of er komt verder niet echt altijd in de weekvlog naar voren. Omdat het eventjes tussendoor is. Maar het is altijd wel leuk om even te zien. Dus ik ga even vragen of ze nu met deze een galopje wil maken. En dan kunnen jullie stabiel meekijken op de rembaan in galop. En jullie zien het zo wel. Kijk, daar is ze komt al aangedraafd. Dit paard. Hoi, ik ben Bianca Schoenmakers. En we zijn hier op stal Evers in Waddinxveen. En we gaan een paar paardjes rijden. Maar oké, hij filmt al, ja. Gaaf ding. Toen ik dan toch bij Bianca ben, had ik bedacht, misschien kan ze wel een prof tip geven. Dus Bianca, heb jij nog een tip van de prof? Nou, een tip van de prof. Als je gaat springen, wat iedereen wel eens doet, is het eigenlijk het allerbelangrijkste om je paard zo min mogelijk te storen in de snelheid, in het ritme. Okay. Dus als je zelf de afstand nog niet ziet, heeft het geen zin om te gaan trekken en ook geen zin om heel hard naar de hinderste te rijden. Laat je paard gewoon in een mooi voorwaarts ritme er naartoe lopen en laat hem op die manier zelf een afstand vinden. En dan kan hij zich eigenlijk altijd wel redden. En dan is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je op de sprong ook zeker genoeg mee bent. Als je bang bent dat dat niet lukt, verpluk je manen vastpakken. Dankjewel voor de proftip. Dan gaan we nu weer verder met foto's maken. Yep. Zo, foto's zijn gemaakt. Ik zie dat mijn embleem scheef zit. Het zei zo. Ik ga nu lekker naar huis toe. En dan vanmiddag gaat Tess eerst naar schoonspecialist. En dan gaan we denk ik nog even lekker rijden. Zo, het is vandaag donderdag. En het is 1:15. Want ik was vandaag eerder uit van school. Omdat het natuurlijk pakjesavond is. En daardoor ging ik ook eerder naar de Arkelhoeve, want we zijn met de boer on tour. En ik heb om 1:30 les. En dan ben ik er op tijd. En ik heb vandaag van steenfles. En omdat Daan die gaat een paard laten keuren. Ja. Jingle. Hoor ik hier. Nou, ondertussen heb ik les, denk ik. Danielle is bij Dream Girl en Steve is bij jou. Nog steeds met de boer on tour en hier zijn stallen. Dat komt omdat we bij de Arkelhoeve zijn en over een paar meter varen. Oh. Blondie heeft een mening. Blondie heeft een mening. Ze moest deze. Kijk, pa. Ja.
paard, als je het ziet, kijk, dit is de... Jason. Dit is de Ford Raptor. Ik denk dat deze van Steven Daals moeder is. Ja, dat denk ik ook. Of van vader, maar mijn vader wil ook graag zo'n auto. Nee, die krijgt hij niet. Nou, ja, mijn les die ging echt heel erg goed. Ik had er een paar stukjes tussen die best goed gingen, maar ook weer wat stukjes wat minder ging. Want op het begin, in het begin, liet ik heel veel teugel losser. Omdat ik meer had geoefend met de overgangen en de figurenrijen. En minder met de... meer aan de teugel. Nou, niet aan de teugel, maar dat ze naar mijn hand luistert. Dus daar hebben we aan gewerkt. En het is allemaal weer goed gekomen. Ik heb weer huiswerk en dat ga ik toepassen. Dus, ja. We komen hier niet weg. En hop! Het is vandaag vrijdag en het is nogal rottig weer en het is nogal donker. Het is op dit moment 18:18. Ik ga lekker rijden in de binnenbak, want buiten is het een beetje nat. Misschien hoor je dat ook wel. Morgen komt natuurlijk de nieuwe weekvlog. Nou, niet morgen, maar volgende week. Maar voor ons is dat morgen. Komt eindelijk de camera weer terug. Super fijn. Hij was stuk gegaan helaas. Toen we de zadels gingen passen. Maar hij is weer terug. Dus ik ben weer heel erg blij. Nou, ik ga lekker rijden. Nou, opeens kwamen we erachter dat er aan allebei de kanten les was. Dus Tess had mee in de manege les samen met Elisa. Dus Blondie is opeens een van de kleinste, want het is een paardenles. Oh nee, Koos is er ook nog, dus het zal wel mee. Nou, volgens mij gaat ze een soort opstappen, denk ik. Nee, eerst aansingelen. Oh, Blondie luistert niet. Stoute pony. Ponies horen stil te zijn als je opstapt. Nou, moeten we nog maar leren.